In het begin stoorde mij het lawaai op de redactie mij heel hard. Omdat ik het gewoon niet gewoon was. Dus als ik daar zo toe kwam, was echt van wow. Luid, veel. Dus wat ik doe is mijn koptelefoon opzetten en rustige muziek opzetten of Alpha Waves. Het is zo muziek dat je helpt concentreren. Klinkt zoals meditatiemuziek of zo. Als ze mij met mijn koptelefoon zien, dan weten ze, ah, die is naar haar Alpha Waves aan het luisteren. Ik ben constant online. Ik zit constant op Instagram, op YouTube, op Netflix. Dat is zo wat het verlengde van mijn arm of zo. En onlangs is mijn gsm niet eens platgevallen. Ik had geen lader. Ik laat het los, dit kan even deugd doen. En dat deed effectief wel deugd. Ik zat op een terras en de zon ging onder en het was mooi weer. En ik had zoiets van, wauw, de wereld is eigenlijk mooi. Ja. Tegelijk had ik ook zo wat schrik van, stel je voor dat er iemand mij nodig had en mij gebeld had. Maar dan had ik iets van, ja pech, ik zal wel terugbellen als ik terug bereikbaar ben. Gewoon dat mensen heel vaak de impact van lawaai gewoon onderschatten of de impact van conversatie voeren. Ik ben niet asociaal, ik ben gewoon heel snel overprikkeld. Doe je ding, ik zit op mijn gemak, jij zit op je gemak. Ik babbel wel als ik goesting heb. Ja. De mensen denken heel snel dat dat is omdat je arrogant bent of asociaal of die is niet geïnteresseerd, maar eigenlijk is het heel moeilijk voor mij om deel te nemen aan normale conversaties. Ook zoals ik met mensen meerij, soms vallen er stiltes en dan voel ik mensen zo een beetje zenuwachtig worden van ik moet die stilte opvullen en ik heb zoiets van nee, ik voel me perfect op mijn gemak en het mag een keer stil zijn. Je moet dat niet volpraten. Dan kan ik perfect 10 minuten stil naast u zitten. En dan voel ik me echt op mijn gemak. Ja. En stiekem geniet ik ervan dat mensen zich dan oncomfortabel voelen, terwijl dan ik, dat groot contrast, ik zit dan perfect op mijn gemak. En dan heb ik zoiets van, zie, nu weet jij hoe dat ik me voel in de omgekeerde situatie.